Nou, welkom allemaal. We gaan het vandaag hebben over de opfokperiode. Een paar jaar geleden heb ik wat verteld over veulentjes, pasgeboren veulens. Dat was in een online verhaal. En nu vroeg het Jong KFPS of ik wat wilde vertellen over voorkomende problemen in de opfokperiode. Ik ben Berit Boshuizen. Ik werk als internist bij Paardenkliniek Wolvega. Dat betekent dat ik vooral kijk naar maag-darmproblemen, hartproblemen, longproblemen, dat soort zaken. Dus we gaan ook vandaag kijken naar veel voorkomende ziektes en aandoeningen die bij mijn vakgebied passen. Dus dingen als wonden, trauma's, wat natuurlijk ook veel voorkomt in de opfok. Al die jonge beesten bij elkaar, daar gaan we het niet over hebben. Maar we gaan het wat meer hebben over infectieziektes eigenlijk vooral. Want dat is eigenlijk waar wij jonge paarden van net gespeende leeftijd totdat ze 3 jaar oud zien, het vaakst voorzien. Er zijn eigenlijk best wel veel verschillende infectieziektes natuurlijk. We hebben bacteriële infecties, virusinfecties, parasitaire infecties. En die parasitaire infecties die staan eigenlijk op 1 in deze leeftijdscategorie. Daarvoor zien wij ze het vaakste. We gaan het vandaag dus onder andere ook hebben over die worminfecties. Rode bloedworm en spoelworm, meest belangrijk voor deze leeftijdscategorie. We gaan het hebben even kort over Lawsonia, wat dat is, wat je daaraan kan doen. Salmonella sla ik even over, maar stippen we kort aan. En dan gaan we het nog over droes en rode kokkers hebben. Mocht je naar aanleiding van deze presentatie vragen hebben, laten we dat proberen een beetje aan het eind te doen. Wij zijn de laatste in deze zaal, dus je kunt altijd nog wat langer blijven hangen als je wat wil weten. En als je echt graag ze zou willen hebben, dan mag je ook een mailtje sturen. Dan kan ik je eventueel de handouts van deze presentatie doorsturen. Er komen op een gegeven moment ook een soort praktische tips nog in voor die je misschien thuis zou willen inzetten of gebruiken. Dus als je een mailtje stuurt naar de kliniek, dan stuur ik ze aan je door. Nou, we beginnen dus eventjes heel algemeen. Als jij jouw veulen naar de opfok wil brengen en je wil dat hij, als hij straks 3 is, weer helemaal gezond en goed terugkomt, dan zijn er zelf ook een paar dingen waar je voor kan zorgen vooraf, zodat hij zo goed mogelijk daar terecht komt. Je wil aan de ene kant namelijk dus zijn weerstand goed verhogen. En aan de andere kant willen we de infectiedruk zo laag mogelijk hebben in deze leeftijdscategorie. Nou, als je zelf een particulier bent die je dier naar de opfok brengt, of misschien een fokker die niet particulier is, maar ze alsnog naar een opfok brengt, dan heb je natuurlijk op dat rechterdeel van de slide zelf iets minder invloed. Thuis kun je daar zelf natuurlijk wel wat meer aan doen. Maar dat linkerstuk, het verhogen van de weerstand, dat is iets wat eigenlijk al vanaf dag 1 gaat gebeuren. Het allerbelangrijkste is eigenlijk dat jouw veulen zoveel mogelijk antistoffen binnenkrijgt als hij net geboren is. Dus voordat hij 12 uur oud is, moet er al heel veel gebeuren om ervoor te zorgen dat jouw veulentje eigenlijk daar in dat figuur linksbovenaan, die gele lijn, dat zijn de antistoffen die het veulentje in het bloed heeft. Als hij goed biest heeft gedronken, moet hij al zijn weerstand voor de eerste paar maanden eigenlijk, die doet hij daar op. En daarna begint hij, die groene lijn, zelf ook wel antistoffen en afweer te maken tegen dingen die hij tegenkomt. Maar je ziet al, daar zit de antistoffen die hij heeft binnengekregen met de biest, die nemen langzaam af. Dus daar zit daar een wat kritieke periode. Dat is wat we noemen de immunity gap. Dat is zo rond de 12 weken, 12 tot 16 weken. Dus als je je veulen op 4 maand leeftijd al naar de opfok brengt, dan zit hij nog wat, ja, in een vroeg stadium, zeg maar, heeft hij misschien nog niet heel veel antistoffen zelf aangemaakt. Dus dat is wel een dingetje om rekening mee te houden. Hij wordt minder kwetsbaar als hij ietsje ouder wordt. En als je dan het heel verstandig wil doen, je veulentje is net een dag oud, dan kun je dus controleren, heeft hij voldoende antistoffen binnengekregen met de biest van die Mary, door een bloedonderzoekje te doen. Dat is een IgG-test of een antistoftestje. En daarmee kun je in ieder geval zien dat hij voldoende binnenkrijgt. En als hij dat dan niet heeft gekregen, dan kan daar ook wat aan gedaan worden nog. Nou, andere dingen die ik natuurlijk van op voorhand ga doen om zijn weerstand zo goed mogelijk te hebben, is zorgen dat hij goed gevaccineerd daar naartoe gaat. Daar gaan we het straks nog over hebben in het kort voor verschillende aandoeningen. Dat hij netjes ontwormd daar ook naartoe gaat. Dat hij niet nog eventjes net nadat hij daar is aangekomen in de stress waar hij dan zit, in een hele nieuwe groep, dan nog meteen ontwormd moet worden. Dat kan wel gebeuren door als de opfok dat als regels heeft. Maar als jij er alvast voor hebt gezorgd dat jouw dier zo schoon mogelijk daar terechtkomt, heb je minder kans op een aantal problemen die we zo gaan zien.
Dan heb je het stukje fokbeleid, genotype. Ja, we proberen zo gezond mogelijk dieren te fokken. Dat is niet zo heel gemakkelijk 1, 2, 3 door te voeren. Maar we zien wel verschillen tussen sommige bloedlijnen. Voor het KVPS durf ik het niet te zeggen, maar er zit een stukje weerstand en gezondheid. En ik denk dat dat iets belangrijks is, ook voor de toekomst van het Friese paard. Ervoor te zorgen dat ze in ieder geval intrinsiek sterk zijn. En dan heb je dus natuurlijk het stuk infectiedruk. En dat is vooral in opfokbedrijven. Opfokbedrijven hebben grote groepen jonge paarden bij elkaar. Allemaal vatbaar voor al de ziektes die we zo gaan bespreken. Ze worden ook rap bij elkaar gezet en het zijn grote groepen. De infectiedruk is heel erg hoog in die opfokgroepen. Het is eigenlijk alsof je je kind naar de kleuterschool brengt. Ja, daar krijgt hij meteen alle kinderziektes en is hij daar meteen ook allemaal doorheen. Wat op zich ook handig is voor sommige ziektes. Maar alles tegelijk is soms een beetje moeilijk voor die veulentjes. Nou. Wormen, dat is eigenlijk voor mij echt het grootste probleem in de opfokperiode. Daar zie ik echt het allervaakst paarden voor in de kliniek. En met op stip op 1 rode bloedworm. Rode bloedworm, ook wel Sciatostominae genoemd. Iets wat net iets meer bij de jaarling tot iets jaarling, tweejarige, driejarige. Dat is eigenlijk de leeftijdscategorie waar we daar de meeste problemen van zien. En spoelworm. Op het rechterplaatje, die lange witte, dat is de Parascaris equorum in het Latijn genoemd. Dat is een worm die eerder onder het jaar problemen geeft. Dus 95% van de paarden die binnenkomen met spoelwormproblemen zijn jonger dan 1 jaar. Dus dat zijn de net iets jongere dieren. Die rode bloedworm, dat zijn echt veruit de meeste die we zien. En we hebben er ook echt afgelopen jaar een heleboel gezien. Om een beetje te begrijpen hoe die rode bloedwormen, hoe die zich gedragen en wat die doen. En ook hoe je dat in je eigen stal en in je eigen weides, zeg maar, in toom kunt houden, is het handig om te weten hoe die rode bloedworm leeft. Nou, dit is een figuur die je ook nog zou kunnen terugzoeken op parasietenwijzer.nl. Dat is echt een ontzettend goede website. Daar zou ik zeker een keer ook op kijken. Dit figuur laat eigenlijk zien hoe die levenscyclus van de worm gaat. In principe neemt het paard, en dan in dit geval bijvoorbeeld jouw net gespeende veulen of jaarling, op de weide, en als je soms pech hebt, ook in de boksen, infectieuze L3-larven. Zo heet dat. Een L3-larf is een infectieuze larf, dus die kan een paard besmetten. Die heeft al wat ontwikkeling op de weide doorgemaakt. En als het paard die opeet, samen met het gras wat hij eet, dan gaat hij in het lichaam van het paard in de darmwand vervellen naar een L4... En daarna naar een L5. En L5 is eigenlijk de volwassen worm die weer uit de darmwand wegkruipt. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar op het rechterplaatje daarboven zie je echt een worm in de binnenbekleding van de dikke darmwand zitten. Dat is het gebied waar die zich in ontwikkelt en dus ook in volwassen wordt. Daarna komt hij er weer uit en maakt hij dus ook een beschadiging in de darmwand. Dat is ook een van de redenen waarom dat schadelijk is voor zo'n paard. Als hij er daar heel veel van heeft, krijg je een gigantische reactie. En gaat die darmwand ontsteken en kun je dus klachten krijgen. Nou, vanaf dat een paard zo'n L3 opeet, duurt het minstens 5 weken op de top van het seizoen, dus midden in de zomer, duurt het op zijn minst 5 weken voordat die kleine, nog puberlarf, zeg maar, groot wordt en volwassen wordt en eitjes gaat leggen. En voor je ze dus ook kunt vinden in de mest. Nou, dat heet de prepatentperiode. Daar kom ik zo ook nog even op terug bij de spoelworm. Dus hier voor de rode bloedworm is dat best wel kort. 5 tot 6 weken. Dan kun je je voorstellen dat gedurende een weideseizoen, van het voorjaar tot aan oktober, er heel veel cyclussen kunnen gebeuren. Als je 5 tot 6 weken erover doet om eitjes te gaan leggen, die eitjes gaan op de wei in een aantal weken in de zomer ook ontwikkelen tot weer een besmettelijke larf. Dat is eigenlijk van tussen vakje 3 tot aan vakje 6 wat je daar ziet. Die ontwikkeling die verschilt per jaargetijde. Daarom hebben we in de winter iets minder opbouw op de weide. Omdat die eitjes in de winter niet verder ontwikkelen, maar even pauzeren. Dus die veranderen dan niet van eitje naar infectieuze larf, maar liggen even op pauze. En in koud weer, voorjaar en herfst, gaat het iets langzamer. Maar in de zomer gaat dat heel snel. Heb je ook in enkele weken alweer een besmettelijke larf. Dus je kunt je voorstellen, nou, als die bij 2, 3 weken alweer besmettelijk zijn, dat je dus een cyclus hebt van 7 tot 9 weken zo'n beetje op zijn minst. En dan kan er dus meerdere generaties wormen ontstaan tijdens zo'n jaar.
En heb je dus heel snel opbouw op je weiland. Want elk wormpje wat weer volwassen wordt in dat paard gaat ook weer eitjes leggen. En die kan duizenden eitjes leggen. Dus dat weiland komt daarmee lekker vol te liggen. Nou, als het heel erg droog is een tijd, dan blijven die ontwikkelende larven die in de poep van dat paard wat op jouw wei ligt ontwikkelen tot een infectieuze larve, blijven ze in die hoop zitten een tijdje. Als het dan ineens gaat regenen, komen ze, ja, doordat het vochtig wordt, ze hebben vocht nodig om te kunnen reizen eigenlijk over het gras, komen ze er allemaal uit. Dus dat zijn periodes waarop er ineens heel snel veel besmetting kan ontstaan op je weide. Periode droog geweest en daarna, dat hebben we het afgelopen jaar dus behoorlijk gehad. En dan ineens regenval, pjoe, allemaal over de wei verspreid. Die L3, dat is dus dat infectieuze larfje. Veel mensen denken dat die de winter niet kunnen overleven in de wei. En dat de winterkou ervoor zorgt dat je wei weer schoon is. En dat je volgend jaar weer gewoon schoon de paarden daarop kan zetten. Maar dat is niet zo. Die L3, die gaan niet dood. Sterker nog, die gaan in een soort van winterslaapje daar zitten en die, ja, overleven grotendeels de winter. Nou, in het voorjaar, als het weer warmer wordt, worden ze dan wakker en gaan ze weer het gras in en nemen die paarden ze weer op, want die komen ook weer op de wei. En dan begint het riedeltje opnieuw. Nou, we komen straks op nog wat strategieën hoe je ervoor zou kunnen zorgen dat dat dan dus wel schoner wordt, je weide. Nou, je kent vast wel een beetje de gevolgen van rode bloedworminfecties. Hopelijk heb je er niet te veel zelf mee te maken gehad. Het meest bekend is eigenlijk het stuk vermageren of niet voldoende groeien, hè, achterblijven in groei. Nou, dit zijn maar twee voorbeelden van paarden die ik de afgelopen weken in de kliniek heb gehad. Dit is echt niet heel zeldzaam dat wij paarden zien die zo mager ervoor staan als ze uit de weide komen in de opfokperiode. Dit is een jaarling en een tweejarige. Nou, die paarden, sommige eten hartstikke goed, maar er zijn er ook bij die niet goed willen eten en daardoor nog sneller eigenlijk gewicht verliezen. En het is eigenlijk een van de vervelendste en meest voorkomende ziektebeelden die we dan bij deze paarden zien, is wat wij noemen wintersiatostominose. En dat is een ziektebeeld met heftige diarree. Soms ook met koorts gepaard, niet altijd, maar diarree die lang duurt en niet zomaar over wil gaan. Nou, daardoor vallen die paarden natuurlijk nog harder af, kunnen ze ook uitdrogen, aan het infuus moeten bijvoorbeeld. Koliek, ook een van de dingen die we veel zien bij deze paarden. Soms is dat gewoon gaskoliek en is de wand van die darm, doordat al die L4's in de winter daar lekker zitten, ja, beschadigd, zeg maar, en wil die niet goed genoeg bewegen, waardoor, ja, er gasophoping op plaatsvindt. Nou, dat, als je geluk hebt, wil wel gewoon rustig oplossen. Met een beetje uitvasten en een keertje een injectie Buscopan van de dierarts. Maar de vervelendere dingen zijn darminfarcten en blinde darminvaginaties. Nou, darminfarct zie je op het plaatje hier rechts onderaan. Daar zie je linksboven zo'n hele donkere, rode, beetje paarsige plek. Dat betekent eigenlijk dat daar de bloedvoorziening naar dat stuk darm kapot is. Daar zitten strolsels in, dat is helemaal oedemateus, verdikt geraakt. Soms kan zelfs doordat de verdikking zo groot is, dat gewoon voor obstructie zorgen. Dat dus de poeper en de gassen er niet uit kunnen op die manier. En zo'n infarct kan dodelijk zijn, als het maar groot genoeg is. En als wij zo'n paard, bijvoorbeeld, dat weet je niet altijd op voorhand, als je zo'n paard binnenkrijgt in de kliniek, dat hij die wormen heeft of dat het een infarct is. Dat is niet altijd van buitenaf goed te zien. Dus soms zien we dat, zoals in dit geval, pas tijdens een operatie. En dan ligt het er maar net aan welk deel van de darmen dat zit, of je daar dan wat aan kan doen. Want je kunt niet elk deel verwijderen of ervoor zorgen dat het weer passabel wordt. Dus soms, als dit aan de hand is, zal een paard het niet overleven. Nou, het andere wat we heel erg veel zien de afgelopen tijd, dat zijn de blinde darminvaginaties. Dat zie je op het plaatje daar links. En daar zie je eigenlijk, dan is de blinde darm is eigenlijk een hele grote puntzak. Die is naar binnen gevouwen, ingestulpt eigenlijk. En dit is maar een heel klein stukje. Dit is eigenlijk het laatste stukje van de blinde darm wat nog naar binnen gevouwen zit. Maar dat is iets wat wij steeds vaker zien. En wat ook echt heel erg is opgevallen, ik heb dat ook op een internationaal congres een paar jaar geleden al gepresenteerd, op het Coliek Symposium voor Dierenartsen Wereldwijd, dat wij dat steeds vaker zien. En ik zal je zo wat meer info daarover geven. Nou, het andere wat rode bloedworminfecties helaas ook dus doen, is doordat die L4's, de puberlarf zeg maar, die komt uit de wand van de dikke darm,
En soms doen ze dat allemaal tegelijk, om een of andere reden, midden in de winter, in plaats van in het voorjaar, als ze allemaal weer wakker worden en weer inderdaad hun cyclus gaan beginnen. En dan heb je dat wintersiatostominose verhaal. Dan heb je heel veel, nou, duizenden, tienduizenden kleine beschadigingetjes aan de binnenkant van die darmwand zitten. En daardoor kunnen bepaalde bacteriën ook weer, ja, makkelijker hun kans grijpen en daar problemen geven. En dat is bijvoorbeeld een salmonella. Salmonella is een bacterie die heel veel in de omgeving voorkomt. En 1 op de 8 paarden draagt salmonella bij zich. En als een paard dat, ja, een salmonella-infectie tegelijk met een rode bloedvorminfectie doet, dan heb je vaak een heel, heel ziek paard, eigenlijk doodziek. Dit zijn wat meer illustraties eigenlijk van wat zo'n blinde darminvaginatie nou inhoudt. Links zie je blinde darm in blinde darm. Dat plaatje zag je net ook al. Dan is hij nog niet zo heel ver ingestulpt. Maar hier rechts in beeld zie je eigenlijk een blinde darm die zo ver terug is geschoven dat hij helemaal de dikke darm in is gegaan. En je kunt je voorstellen, als je ziet wat voor een enorm gezwollen weefselklont dat wordt, doordat het wordt, ja, afgesnoerd eigenlijk in die, door de opening van de blinde darm, de dikke darm in, dat operatief ook, dit is tijdens een sectie, maar ook operatief soms niet meer goed te krijgen is. Dan is het zodanig ver afgestorven eigenlijk dat je het niet meer terug kunt duwen. Nou, je ziet daar links onderin, heb ik even een foto geplaatst van hoe zo'n blinde darm er qua vorm normaal gesproken hoort uit te zien. En je ziet ook hoe die vastzit aan de dikke darm. Dus je kunt je voorstellen als hij binnenste buiten schuift, dat hij dan daar dat dikke darmpakket ingaat. En dan krijg je dus dit. Nou, hier zie je, hoe wij dat als dierenartsen zeg maar vaststellen. Dat is door middel van een buikecho. Dat ziet er heel typisch uit. We noemen dat een bullseye. Daar heb je eigenlijk meerdere concentrische cirkels in elkaar. En ik heb deze foto's en dat filmpje naast elkaar gezet, omdat je precies kunt zien eigenlijk, ja, dat beeld op die echo. Volgende keer als stel dat je het een keer meemaakt, dan ga je het beeld denk ik wel herkennen. Want het is heel typisch. Je ziet hier ook die lichtblauwe pijl. Die wijst eigenlijk vanaf een soort kleine trombose. Je ziet die zwarte stippen daar in de darmwand zitten. En die wijst daar naar rechts. Die zie je, die witte stippen op dat rechter videootje, op dat rechter plaatje. Dat komt daarmee overeen. Dus je ziet echt de trombose in de wand. En als er trombose, dat zijn echt gewoon gestolde bloedvaten eigenlijk. Als je dat ziet, dan weet je ook dat stuk is echt niet levensvatbaar meer. Dat zal, als je hem opereert, er gewoon af moeten. Dat kun je niet, ja, erin laten zitten. Nou, die blinde darminvaginaties, in het Engels cecal intussusceptions. In eigenlijk de gemiddelde dierenkliniek zien mensen die bijna nooit. Het is gemiddeld genomen 1% van de coliek cases die een kliniek binnenkrijgt, wereldwijd. En tot op heden wist eigenlijk niemand echt waarom paarden dat deden, zo'n blinde darminvaginatie. Dacht men aan lintworm bijvoorbeeld, maar wij zien dat eigenlijk bijna nooit. En in 2019 hadden wij echt al ineens, ja, begonnen wij in de gaten te krijgen dat we dit steeds vaker zagen. 5% van onze coliekcases, en wij zien ongeveer, nou, 300-400 coliekers per jaar in Wolvega. En 5% daarvan was op een gegeven moment blinde darminvaginaties. Nou, dat begon natuurlijk echt op te vallen. Dat wij elke week soms wel 2 of 3 op een dag binnenkregen. Want die komen heel vaak in een bepaald seizoen. Oktober, november zo'n beetje. Dus ja, wij dachten, dit is heel raar. Dus ik ben dat gaan opschrijven. En inderdaad, als je kijkt, in 2007 was het ongeveer 1% van onze coliekers. En dat is dus langzamerhand opgelopen. In 2018 waren het er al veel. En in 2019 dus 5% van de cases. En nu de afgelopen paar jaar, 2020, 2021, viel mee. Maar dit afgelopen jaar hebben we er weer, nou, net zoveel als in 2019. Dus wij begonnen te kijken van waarom zien wij dat zo vaak? En wat hebben deze paarden anders dan, ja, de paarden die voorheen met dit soort problemen binnenkwamen? Nou, nu in 2019 en ook dit jaar weer. Dit jaar zijn het er zelfs nog meer, maar in 2019 was 86% van de paarden die zo'n blinde darminvaginatie had, was besmet met rode bloedwormen en heftig ook. Had een flinke rode bloedwormbesmetting. En eigenlijk weinig andere dingen dat we konden vinden. Geen salmonella's, geen clostridiums, geen andere oorzaken voor dikke darmontstekingen. Nou, als zo'n paard dan bij ons binnenkomt en de eigenaar is heel gemotiveerd, dan opereren we het paard en proberen we uiteraard die blinde darm terug te vouwen. En als dat lukt, hij ziet er wel goed uit, het heeft niet te lang gezeten, dan kan hij eraan blijven zitten, die blinde darm. Maar soms moet hij eraf. En ongeveer als de operatie lukt, daarna gaat 80% levend naar huis. Maar tijdens de operatie zit er een deel
wat ja, niet gereponeerd kan worden. Net zoals dat paard wat je op dat filmpje daarnet zag. Dat lukt niet. En dan, ja, dan houdt het op voor zo'n paard op tafel. Dus het is een hele serieuze complicatie van rode bloedwormen. Zoals het in Nederland in ieder geval lijkt. En waarom ik het hier vandaag vertel is omdat rode bloedwormen echt infectieziekte nummer 1 zijn in de opfokperiode. En die blinde darminvaginaties, ik heb de gemiddelde leeftijd bekeken, was ook in ongeveer 2 jaar oud. De jongste dieren die we ermee zien waren 7 maanden. En de oudste die wij ermee hebben gezien waren nog geen 4. Dus het is echt een probleem wat je in die opfokperiode ziet. Dit zijn niet de meest heftige koliekers. Die zullen zich niet continu op de grond laten vallen. Maar wij hebben meteen een belletje in ons hoofd als een paard naar de kliniek wordt gestuurd. Wat al een aantal dagen en soms zelfs al meer dan een week af en aan wat koliekerig is. Beetje liggerig thuis. Ja, dit zijn soms jaarlingen die niet opgevoeld worden. Waardoor het ook niet wordt opgemerkt door de dierenarts. Dus het is een beetje een sluipmoordenaar eigenlijk. We zien vaker, bijna 2 keer zo vaak, dat hij dan helemaal in de dikke darm zit gekropen, die blinde darm, dan dat het alleen maar de blinde darm in de blinde darm is. En dat is eigenlijk jammer, want als er eerder herkend wordt, dan hebben we nog maar blinde darm in blinde darm. En dat gaat veel vaker goed dan blinde darm helemaal de dikke darm in. Dus op tijd in de kliniek zijn of op tijd in ieder geval vaststellen dat het gaat om zo'n invaginatie is heel belangrijk. Nou, hoe gaan we dan die rode bloedworm proberen te voorkomen? Ernstige besmettingen, maar ook hoe ga je ze behandelen? Het weidemanagement is dus een heel belangrijk deel van hoe je dit moet voorkomen. Dat heb je denk ik wel een beetje door als je net die cyclus hebt gezien. Er zit een heel deel van de cyclus van die wormen zit op het weiland. Dus het is handig om te weten welke weides heb ik besmet, waar hebben besmette dieren gelopen. Dieren met een heel hoog EPG bijvoorbeeld. Als je er een paar tussen hebt zitten wat steeds 1000, 2000 eitjes per gram mest heeft. Als er een keer een mestonderzoek is gedaan, dan weet je dat. Dan weet je ook als die er langere tijd heeft gelopen dat er heel veel eitjes zijn terechtgekomen. Dus dat is iets om over na te denken. Als je in de herfst / winter, vooral in de winter, schapen over je weide kunt laten gaan door de buurman of wie dan ook. Schapen vreten overal, vreten ook mooi die langere stukken waar de kak ligt van de paarden, vreten ze helemaal glad. En zij eten al die larven en die eitjes mee op, maar worden er zelf niet ziek van. Dus deze wormen zijn echt typisch voor paardachtigen, doen niks met een schaap of met een koe. En die schapen vreten het mooi kaal. Dus daarmee haal je dan in ieder geval een heel groot deel van je weidebesmetting weg. Dus als je dit kan doen, dan is de infectiedruk, het rechte deel van de kolom waar we het over hadden, ook voor volwassen paarden en niet alleen voor jaarlingen, hou je misschien beter onder controle. Nou, intensief beweiden, dat doen we in Nederland bijna altijd. En meer dan 1 à 2 paarden per hectare is al een intensief weidebeleid. Ja, we zijn nu helemaal niet zo'n heel groot land, dus we zitten al snel aan dat soort aantallen en in opfokbedrijven zeker. Dus dat bepaalt, ja, eigenlijk meteen al dat wij heel erg goed moeten opletten. En dat we, als we zouden kunnen, mest uit de wei zouden moeten verwijderen. Nou is dat thuis misschien met 1 of 2 paarden wel te doen. Misschien nog met wat meer en met wat hulp ook wel. Maar in de opfokbedrijf uiteraard niet. Dat zou wel heel erg helpen. Als je 2 keer per week de mest eruit haalt, dan hebben die larven eigenlijk nauwelijks de kans om de mest uit te kruipen. En ja, jouw wei verder te besmetten. Dus als je zelf dat zou kunnen doen, zou heel goed zijn. Als je 2 jaar achter elkaar geen paarden op een weide hebt, gaan wel het grootste deel van alle larven en eitjes van dit type worm gaan dood. Dus als er 2 jaar lang, 2 seizoenen achter elkaar geen paarden lopen, heb je wel een relatief schoon wei. Als je 1 jaar kan overslaan, dan is er wel al een hele sterke daling van larven, maar is het ook nog steeds niet schoon. En dat werd vroeger wel gedacht van de rode bloedworm, maar dat is dus niet meer zo. Misschien was het vroeger wel zo, maar is ons klimaat veranderd of is die worm toch wat veranderd? Dat zou ook kunnen. Nou, qua ontworming, ivermectine of moxidectine, dat zijn de 2 geen merknamen, maar werkzame stoffen. Dat zijn de middelen die, waar je rode bloedworm mee kan doden. En fenbendazol, dat is ook een werkzame stof. In Nederland is dat meestal Panacur, dat is wel een merknaam. Die 3 kun je gebruiken. Als je Panacur gebruikt, moet je het wel meerdere dagen achter elkaar toedienen. En dat is best wel een pittige kuur, dus dat doen we bijna alleen maar in echt probleemgevallen. Het voordeel van de Panacur is wel dat ook de eieren die in dat dier zitten en de jongere stadia goed doodgaan. Moxidectine weet u misschien ook wel, dat is die dure spuit die je zeg maar in de herfst meestal geeft aan je paarden. Daar zit moxidectine onder andere in.
Een moxidectine doodt ook larven, alleen doet dat iets heftiger. En dat is een klein beetje, daar kom ik straks nog even op terug, soms een beetje te heftig. Waardoor we juist denken dat we soms die blinde darminvaginaties zien. Parasietenwijzer.nl nog een keer staan een heleboel weideweetjes op. Dat is echt super handig. Daar staan zo tips van als je in augustus een paard erop zet die besmet is. Wanneer kan ik dan wat verwachten van mijn weilanden? Dus dat is echt een, zou ik echt een keer bestuderen. Nou, wij hebben afgelopen tijd dus best wel veel van die vervelend, heel erg vermagerde dieren gezien de afgelopen tijd. En dat is niet alleen maar door deze rode bloedwormproblemen, maar soms ook door salmonella of door clostridium diarree of lausonia, waar we zo nog even op komen. Behandeling van die dieren is vooral ondersteunend eigenlijk. En dat betekent als ze uitdrogen het geven van zouten en vocht via de sonde, maagsonde, maar ook via het infuus. Ontstekingsremmers is bijna altijd onderdeel van de behandeling. Maagzuurremmers om te zorgen dat de maagzweren die zijn ontstaan worden genezen en dat paard weer wil eten onder andere. Antibiotica soms, dat ligt eraan hoe ziek hij is. En als er bijvoorbeeld salmonella speelt, doen we dat veel sneller dan weer wanneer er bijvoorbeeld een winterschiltenstominose speelt. En plasmatransfusies als een dier heel laag eiwit ontwikkelt. Je kunt op dat fotootje hier wel zien, dat is zo'n paard met winterschiltenstominose, dat hij heel erg vermagerd is. En dat je ziet onder dat verband, dat is eigenlijk een verband om een infuuskatheter te beschermen. Maar je ziet daar zo'n bult onder zitten. En dat is ventraal oedeem. Een paard krijgt ventraal oedeem onder andere als hij een heel laag eiwit in het bloed krijgt. Dan krijg je zo'n soort zwelling, een bank oedeem onder de buik op het laagste punt. Nou, bij dit paard is het laagste punt zijn borstkas, omdat hij zo'n opgetrokken buik heeft, omdat hij zo mager is. Maar soms als je een iets zwaarder paard hebt, kan dat helemaal naar achter ook wijzen. En transfauneren, dat is iets wat we bij veel diarree-patiënten ook inzetten. Hè, want dit is meer diarree-patiënt in het algemeen ondersteunende therapie. Dat is iets wat ja, niet per se een bepaalde ziektekiem doodmaakt, maar wat ervoor zorgt dat we eigenlijk zo'n paard weer een normale darmflora teruggeven. Als hij al heel lang aan de diarree is, dan scheidt hij continu eigenlijk de bacteriën allemaal uit die er ook horen te leven in zijn darmflora. Die flora hoort echt duizenden verschillende soorten bacteriën te bevatten en heel rijk te zijn. En daarmee kan die hooi en stro en gras en ruwvoer in het algemeen verteren. En dat is de reden waarom we steeds vaker dit soort paarden transfauneren. En dan, wij noemen dat ook wel poepsoep. Dan geven we van een donorpaard het bij voorkeur een heel bewezen gezond paard met een gezond maag-darmkanaal. Maken we, zoals je op die linkerfoto kunt zien, een soort, we halen mest eigenlijk meestal uit het rectum of het paard moet net gemest hebben, zodat het nog warm is. En dat vermalen we tot en zeven we tot een soort soep. En dan geven we dat in via de maagzonde en dat doen we 3 tot 5 dagen achter elkaar. En meestal geef ik ze wat omeprazol bij, zodat de pH in de maag wat hoger wordt. En meer bacteriën die we in de maag ingeven, de maag kunnen overleven. Nou, dus dat is iets, dat is handig om te weten dat het bestaat, want dat kan ook best wel thuis gewoon gedaan worden. Het moet wel een paar dagen achter elkaar om wat effect te kunnen geven. Meestal tussen de 3 en de 5 dagen. En dat, wat ik net al zei, die bankoedeem, op de linkerfoto kun je het nog wat beter zien. Daar zit echt zo'n hele zwelling onder de buik. Als ze echt heel laag in eiwit zitten dieren, een heel laag albumine of totaal eiwit hebben, dan worden ze vanzelf heel erg suf. En dan gaat de doorbloeding van de nieren heel hard achteruit, want die bloeddruk zakt en daardoor wordt de doorbloeding slechter. En dan gaat het dier gewoon als een nachtkaars uit, dan gaat hij langzaam dood. En om dat te voorkomen, plasma, oh, soms valt hij heel even uit me. Kun je een plasmatransfusie geven? Wij, jullie kennen dat misschien vooral van veulentjes. Als we, wat ik net zei, zo'n laag antistoffenlevel in het bloed hebben. Dan is het iets wat je kan doen. Nou, dan geef je ze 1 of 2 zakjes misschien een keer. Maar paarden die echt heel laag in eiwit zitten, die geven we 6, 7, 8 zakken plasma. En daarmee breng je het eiwit rap omhoog, want in plasma zit heel veel eiwit. Dus een soort bloedtransfusie zonder de rode bloedcellen eigenlijk. Dus daarom ziet het er ook geel uit, dat is het plasma. En dat is een manier eigenlijk om tijdelijk dat paard weer even een beetje power te geven. Bloeddruk gaat weer omhoog, paard heeft weer meer energie, heeft minder oedeem. Dat oedeem wat je hier ziet onder zijn buik zit ook in zijn darmwand, zit overal in het lichaam. Kan zelfs in de hersenen komen. Dus daarvoor wordt hij langzamerhand dan steeds slechter en slechter. Dus dit kan soms het tij keren. Nou, wij hebben het geluk zelf dat we een eigen bloedbank hebben. Dus voor ons is het als paardendierenartsen gemakkelijk in Wolvera. Maar anders moet je het bestellen vanuit het buitenland bijvoorbeeld. En sinds een paar jaar doen we het nu ook
voor mensen, voor andere dierenklinieken. Dus al woon je niet in Friesland, het kan via een koerier rap geregeld worden. Nou, dan hebben we zo'n beetje de rode bloedworm wel gehad. Dat is ook echt, wat mij betreft, de allerbelangrijkste worm, hoor. Spoelworm is ook heel vervelend, maar die pakt een veel kleiner deel van de populatie. Dat is echt iets van veulens van 2,5 maand tot een jaar oud ongeveer. Omdat paarden, als ze ouder worden, immuniteit ontwikkelen tegen die spoelworm. Als ze er maar een paar keer zijn tegengekomen alvast. Dus dat is het voordeel van de spoelworm. Er wordt immuniteit ontwikkeld. En hij doet er ook veel langer over om volwassen te worden in het veulentje. Dus je hebt niet zoveel cycli zoals bij de rode bloedworm. Hier is die prepatentperiode, zoals ze dat noemen. Dus het dier neemt een infectieus eitje op. Dat is nummer 1 daar. En dan voordat die nummer 3 eitjes gaat leggen, die lange spoelworm in dat veulen, dan duurt dat 10 tot 16 weken. Dus dat kun je wel beseffen. Ik heb heel vaak klanten die zeggen, nee, mijn veulen is net een mestonderzoek gedaan. Dan is hij 8 weken oud. En hij had geen wormeneitjes, dus hij heeft geen spoelworm. Dat kan het niet zijn. Maar dat klopt natuurlijk niet, want het duurt minstens 10 weken. En dan moet hij al op dag 1 van zijn leven die infectieuze eitjes hebben opgegeten, voordat je eitjes kan vinden in de poep. Dus dat is heel belangrijk om te onthouden. 10 tot 16 weken duurt het voordat je die eitjes vindt. En wanneer zien wij de hele zieke veulens, die doodziek en soms zelfs sterven aan koliek die ontstaat na het ontwormen de eerste keer? Dat is 2,5, 3, 4 maanden. Ja, dus dat is 10, 12, 14 weken oud. Dus als je weet dat je spoelwormen hebt op je weiland, spoelwormen eitjes en eerder spoelwormen gezien bij je thuis, dan weet je eigenlijk al als je veulentjes fokt dat je niet gaat wachten totdat er eitjes in de mest zitten, maar dat je gewoon moet ontwormen. Voor deze worm wel. Dus dat is heel iets anders dan bij die rode bloedworm eigenlijk. Nou, waarom willen wij niet dat daar zo gigantische infecties ontstaan? Omdat we dit soort problemen hebben. Rechtsboven zie je een perforatie van de darm. Zit daar een heel klein gaatje en daar hangt zo'n lange worm uit. Het veulentje is uiteraard overleden. Dit is postmortem. Dus een ruptuur van de darm, waarbij er gewoon een worm in de buikholte komt, veulen zal altijd sterven. En links zie je een invaginatie, maar dan een andere soort. We hadden net blinde darm ergens in. Dit is dunne darm in dunne darm. En dat is ook iets wat we vooral zien bij dieren die spoelwormen hebben. En eigenlijk bijna nooit bij paarden op latere leeftijd. En deze echt ontzettend smerig, die onderste foto, dat is ja, als wij een veulen met spoelwormproblemen binnenkrijgen in de kliniek, en hij heeft daar fors koliek van, dan zit dit in zijn buik. Dan heb je een prop van spoelwormen. Meestal is dit na de eerste keer ontwormen dat we dit zien. Dan is die voor de eerste keer ontwormd, 3 maanden oud. En gaan ze allemaal in 1 keer dood, die wormen. En dan lopen ze vast als een soort prop in die dunne darm. Ja, en dan is het mis, want dit krijg je er niet zomaar uit. Als je deze moet opereren, een jaar later is meer dan 90% daarvan dood. Dus opereren van dit soort patiënten doen we bijna nooit. Omdat we net een betere prognose kunnen halen door ze te proberen laxeren en eruit te laten poepen eigenlijk. Nou, dus die spoelwormen, een van de lastige dingen van spoelwormen is echter dat de eitjes die op je wei terechtkomen jaren blijven leven. En dat komt, ik heb daar een plaatje van een spoelwormei ingezet. Dat komt omdat de wand van die eieren heel dik is. Dat witte of dat gele streepje wat ik erin heb gezet, dat is allemaal wanddikte. En als je dat vergelijkt met zo'n rode bloedwormei, ja, dat is een heel klein dun wandje. In dat midden, dat is allemaal wormpje, wat ligt een larf al opgerold, zeg maar, in dat ei. Maar doordat dus die wand van die eieren zo heel dik is, overleven die eieren kou, vrieskou zelfs, hele erge droogte, allerlei dingen die gewoon gedurende het jaar gebeuren, gaan ze niet van dood. Dus jaren geen veulens, kun je alsnog besmettingen weer tot stand brengen. En 1 volwassen worm, dat vind ik altijd ook wel vrij bijzonder. Je hebt zomaar een keer dat je 1 of 2 wormen in je veulentje in de poep ziet zitten, hè, van dit type, die lange witte. 1 zo'n volwassen vrouwelijke worm legt per dag miljoenen eitjes. Elke dag dat die daar zit. Dus je hebt zomaar miljarden eitjes op je wei liggen. Dus eenmaal spoelwormen er hebben is best wel vervelend. En ja, mensen die veel fokken, er zullen altijd wel spoelwormen komen. Wat kan je dan wel doen, proberen om minder spoelwormen te hebben of te zien? Ja, dat is toch wel om het jaar wisselen van weiden. Dus dat je een jaar lang weides voor je veulens niet gebruikt en het andere jaar weer wel.
dat zorgt er toch voor in de praktijk dat er minder heftige besmettingen komen. Want een deel van die eitjes gaat wel dood. Die worm die doet een beetje een rare trektocht door het lichaam. Die gaat via, dat ze zijn opgegeten, gaat hij de bloedbaan in vanuit de darm. Gaat hij de lever van het veulen door en daarna een aantal weken later de longen. En dan wordt hij opgehoest, weer doorgeslikt. En komt hij de laatste vervelfase in de darmen weer terecht. Maar dat stuk trektocht door het lichaam, dat zorgt er ook voor dat het zo lang duurt, 10 tot 16 weken, voordat die volwassen worm aankomt op zijn plek en eitjes gaat leggen. Maar dat hoesten en dat snotteren kun je natuurlijk merken en zien aan je dieren. Dus als je een hoestend, snotterend veulen hebt, denk niet alleen maar aan droes of virusinfecties, bepaalde bacteriële infecties, denk ook aan de spoelworm in deze leeftijdscategorie. De jaarling, de tweejarige, zal hier iets minder vaak last van hebben, maar het gespeende veulen tot aan het eerste jaar, absoluut. Ontworming, veel mensen denken, maar ik heb hem toch ontwormd, waarom heeft hij dan toch? Ivermectine en moxidectine doen bijna niks meer tegen deze worm. Als je geluk hebt, heb je wel nog geen resistentie. Maar ga er maar van uit dat het niet werkt. Fenbendazol, dat is die van de pannakuur weer, die doet het wel. Voordeel daar is ook weer dat hij ook de eitjes en de larven in het lichaam doodt. En dat het iets langzamer gebeurt dan wanneer je Pirantel geeft. Pirantel, dat is de klassieke Nematel, Strongit P, dat zijn die spuiten. Hè, dat zijn de merknamen ervan. Als je Strongit P aan een veulentje geeft, dan gaan die wormen best wel rap allemaal in één keer dood. En als hij er heel veel heeft, dan kan die maar beter een beetje gelaxeerd zijn op voorhand, met wat paraffineolie bijvoorbeeld, zodat al die wormen er in ieder geval uitgeput kunnen worden. Maar ivermectine en moxidectine kunnen we helaas in Nederland dus niet meer van uitgaan dat die werken tegen die spoelwormen. Vroeger was dat wel, maar nu niet meer. Dus dat is ook heel belangrijk om te weten in het ontwormen van je veulens, dat je niet gewoon maar een spuit pakt, want ja, niet alles werkt. En helaas is het ook zo dat voor de rode bloedworm, heb ik net wel gezegd, ivermectine, moxidectine en de pannenkuur kun je geven. Maar er zijn recente publicaties dat er wereldwijd wel al resistentie ontdekt wordt tegen ivermectine-achtige. En we hebben niks nieuws, er is niks anders. Dus die schapen worden steeds belangrijker. Dit is een beetje een soort van praktische richtlijn van als je dan, ja, wat moet je dan doen voor je spoelworm, wat moet je doen voor je rode bloedworm, maar echt gericht op de leeftijdscategorie waar we het vandaag over hebben. Dus niet voor volwassen dieren. Pragmatisch voor jullie bedacht, zeg maar. Dus het zal ook voor elk bedrijf net weer een beetje anders, toch beter ingericht kunnen zijn. Maar als ik een algemeen advies moet zeggen, dan zeg ik op 2,5 maand, dan zijn ze 10 weken oud, pannakuur voor de spoelwormen. Dan zijn de eerste volwassenen zijn er net. En de pannakuur pakt ook de larven en de eitjes. Dus dan hebben we hopelijk vroeg ervoor gezorgd dat we niet meteen een koliek erdoor hebben hierdoor. Dan op 5 maanden zou ik ze wel Pirantel durven geven, dan zijn ze al wat groter. Die veulens hebben een grotere diameter darm. En je hebt hem al een keer pannakuur gegeven. Dus hopelijk is de besmettingsgraad minder heftig dan dat je anders zou hebben. Ivermectine is een beetje, hoeft niet altijd. Want die rode bloedworm, veulentjes op deze leeftijd hebben bijna nooit daar problemen mee. Het is bijna altijd enkel spoelwormen nog. Als ze iets ouder gaan worden, naar die opfok gaan, dan wordt het langzaam wel belangrijk. De 1- en 2-jarige, ik heb daar heel groot gezet, pas op met moxidectine bij zware besmettingen. Omdat wij zien dat heel veel van die blinde darminvaginaties moxidectine net gehad hadden. Dan komt er zo'n magere hein binnen, 1 van de 5 die je terughaalt is hartstikke mager. En je denkt, die zal ik eens even goed ontwormen, want die heeft vast flink wormen. En dan een week later staat hij bij ons met zijn in elkaar geschoven blinde darm. Dus dan is het handiger om te weten, heeft hij heel veel eitjes? Doe een eitelling. Heeft hij er 1000, 2000? Dan kan hij beter eerst gewoon zo'n simpele kuur, een ivermectine, krijgen. En eventueel zelfs een injectie dexamethason op voorhand. Want dan rem je die ontstekingsreactie die op gang komt van het ontwormen in de darmwand een beetje af. De levels wanneer mensen ontwormen, het ligt voor iedereen anders. Ik hou meer dan 200 EPG aan, maar soms als ik weet dat een paard klachten heeft, mager is, dan kan het ook best wel zijn dat ik zeg, ik zou dit paard, ondanks dat hij niet op 200 zit, toch ontwormen. Dus. Gaan we door naar een andere diarreeverwekker, die iets minder bekend is misschien.
Lawsonia. Lawsonia is een bacterie en die leidt tot het klinisch beeld wat we protein losing enteropathie noemen. Dat is vertaald eigenlijk gewoon eiwitverliezende darmziekte. En die bacterie die pakt eigenlijk die gespeende veulens. De veulens die net naar de opfok zijn gegaan. In die periode, dus de eerste paar maanden, gemiddeld zo 5, 6, 7, 8 maanden oud. Die pakt deze bacterie. En Lawsonia intracellularis, dat is de volledige naam, die woont in de hele omgeving. Wij denken dat die vooral door knaagdieren wordt verspreid. Die worden er meestal niet ziek van. En die poepen dat uit in de omgeving, waar dan ook. Komt op heel veel plekken in Nederland voor. Maar zeker niet elk veulen wat dit tegenkomt, wordt hier ziek van. Meestal zien we dat er iets anders ook aan de hand is en dat dan deze bacterie eigenlijk een soort opportunistische infectie geeft. Daarom zit dat plaatje met die spoelwormen er nog een keer bij, want wij zien het heel vaak in combinatie daarmee. Nou, het leidt tot vermageren, koorts, diarree, hele magere jaarlingen. We zien het ook nog wel eens een keertje bij dieren die iets ouder zijn dan een jaar, maar ik heb zelf nog nooit een tweejarige ermee gezien. Het is echt die eerste periode. En die bacterie die infecteert eigenlijk de wand van de dunne darmen en dat geeft een ontstekingsreactie waardoor die wand gaat delen en heel dik wordt. En dat zie je op dat echobeeldje eigenlijk hier. Je ziet daar zo een aantal cirkels en die wanden die zijn heel dik. Ja, dus je kunt niet zien hoe dik nu, maar daar waren ze 1,5 centimeter dik. En een darmwand hoort eigenlijk 3 millimeter te zijn. En je kunt je voorstellen als die darmwand natuurlijk heel dik wordt, dat de voedingsstoffen daar niet meer doorheen gaan, de bloedbaan in en opgenomen worden. En daarom heet het protein losing enteropathie. Hij eet wel eiwit op, hij vreet wel, maar hij poept het uit alsof het door een looie pijp is gegaan, zonder dat het door het lichaam opgenomen kan worden. Wij stellen de diagnose meestal op basis van natuurlijk leeftijdscategorie. Als een 8-jarige komt die er zo uitziet, die gaat nooit Lawsonia hebben. Maar een gespeend veulen tot 1 jaar oud zo'n beetje, met een klinisch beeld van ernstig vermageren. Dat ventraal oedeem zien we dus ook heel vaak, die zwelling onder de buik. Omdat deze dieren vaak een heel laag eiwit in het bloed ontwikkelen, door het eiwitverlies via die darm. En als je dan gericht wilt testen, dan moet er een PCR gebeuren op de mest. Dat is gewoon een beetje mest. Sommige dieren hebben niet eens diarree, maar die PCR is heel gevoelig. En je kunt er een bloedonderzoek voor uitvoeren, een serologie. Maar dan weet je alleen maar of hij ermee in aanraking is geweest. Dat is gewoon, hij heeft het gezien, hij heeft daar antistoffen tegen gemaakt. En heel veel paarden in Nederland hebben dit gezien. Dus wij doen meestal een combinatie eigenlijk. Het is een vrij ernstig ziektebeeld en het zal nooit een hele kudde pakken, maar het pakt de zwakste van de groep. Ja. En de behandeling bij dit soort dieren is eigenlijk een hele lange kuur specifieke antibiotica. Doxycycline bijvoorbeeld gebruiken we heel veel. Daarnaast ontstekingsremmers en soms ook maagzuurremmers. En als het eiwit dus heel laag wordt, krijgen ook deze dieren plasmatransfusies om ze tijdelijk weer omhoog te, als een soort pleister op de wond. Ze kakken het wel weer uit, maar als ze maar in de tussentijd blijven leven en die behandeling lang genoeg kan duren, gaat al die Lawsonia dood en gaat die, help je hem er doorheen eigenlijk. Als je ze goed behandelt, is toch de prognose relatief gunstig, ook al is dit wel een ernstig ziektebeeld. Ongeveer 80% overleeft het. Nou, Droes, dat is eigenlijk eentje die jullie denk ik allemaal wel kennen. En een hele vervelende is, en vooral heel vervelend is als je veulen die op jonge leeftijd al oploopt. Het is niet zo heel erg als een paard droes krijgt. Heel veel paarden in Nederland krijgen droes, maken het een keer mee, maken goede weerstand en heb je bijna nooit meer last van. Maar als je een jong veulentje hebt, dan kan het ontzettend vervelend zijn. Sowieso is het een vervelende ziekte. Maar het is een bacterie, Streptococcus equi-equi. Die infecteert de bovenste luchtwegen en de lymfeknopen van het paard. Dat leidt tot koorts. Soms is dat het enige verschijnsel, koorts. Zeker bij een wat ouder paard. Vaak willen die paarden niet eten doordat ze keelpijn hebben en hoge koorts hebben, waardoor je ook al niet wil eten. Snot, iets wat je linksboven op dat plaatje ziet. Echt dikke klodder snot eruit, vieze stinkende snot. Dikke lymfknopen, zoals op de foto daarboven. Een zwelling hier achter de keel of zwelling onder de kaak hier. Soms is die zwelling zo heftig dat de keel wordt dichtgedrukt en dat er een pijpje in de luchtpijp moet worden gestoken. Dat hebben we daar op dat plaatje linksonder. Dan kan die tijdelijk daardoor ademen terwijl de rest daar het ziekteproces doormaakt en geneest. En die benauwdheid die kan, als het heel vervelend allemaal wordt, ook natuurlijk leiden uiteindelijk toch tot stikken.
Droes is, vind ik, vooral een hele vervelende ziekte, omdat gewoon droes doormaken is vervelend. Dat duurt lang, heel je stal zit dicht, je bent in isolatie, dat is allemaal al heel vervelend. Maar de complicatiegraad ligt ook heel hoog. Ongeveer 20% van de paarden die droes doormaakt, doet een complicatie. En dat kan zijn heel benauwd worden en dus zo'n luchtpijpgaatje nodig hebben. Dat veulentje wat je hier ziet daarbovenin, dat was een Welsh A-veulentje. Wat midden in de nacht werd binnengebracht, een paar jaar geleden. Welsh A-veulentje van 7 weken. Ja, die zijn dus echt zo groot. Nou, je kunt je voorstellen, een heel klein beetje zwelling. Ja, zit die keel al dicht. Dus die hebben enorme spoed zo'n pijpje moeten geven van een baby, van een kind. Om te zorgen dat hij kon ademen. Verslagen droes kennen jullie misschien ook allemaal wel. Ik heb hier twee verschillende vormen. Eentje waarbij de abcessen dus zich niet alleen maar tot de lymfknopen beperken, maar dat in dit geval één in de lever terecht is gekomen. Die gaan dan via de bloedbaan, gaat die bacterie rond op andere plekken zitten. En hier zit een absces in de ophangbanden van de darm, wat uiteindelijk tot coliek leidde bij dit paard. En die had zo'n groot absces gevormd. En dat zijn eigenlijk de dieren die een beetje koorts houden, nadat ze eigenlijk qua keel en bovenste luchtwegen al tijden genezen zijn. En dan uiteindelijk komt er ergens een keer een verschijnsel naar boven, waardoor je ziet, daar zit het probleem. Ik zal even kijken of ik... Oh. Ja, cornage. Denk je natuurlijk aan de cornage, de erfelijke, aangeboren of ontwikkelende variant. Maar die droes hebben gehad, die ook cornage ontwikkelen. En dan kan het zowel links als rechts zijn, afhankelijk van aan welke kant de abcessen heel groot en vervelend zijn geworden. Nou, ik heb hier een filmpje ingestoken. Ik dacht, als we heel snel gaan door alle slides, en jullie hebben nog zin aan het eind. Ik heb nog een stuk over cornage ook, maar... Dit is een voorbeeldfilmpje van een dynamische endoscopie die laat zien wat cornage tijdens arbeid doet en betekent. Want in rust ziet het er gewoon zo uit als daar beneden. Maar tijdens arbeid, als je een heftige vorm hebt van cornage, dan kan het er zo uitzien. En dan kun je je voorstellen, in plaats van een wijd opengetrokken keel, krijg je dan geen lucht. Niet genoeg lucht als paard zijnde. Stort eigenlijk die keel in. En als een paard cornage ontwikkelt na droes, dan is er wel een deel wat weer geneest. Dus wat wel op een gegeven moment toch weer functie krijgt van die zenuwen. Een purpura hemorragica is eigenlijk een ziekteproces wat we meestal maanden na de droes pas zien. Dan is er een afwijkende immuunrespons ontstaan op die droesantigenen die in het lichaam rondgaan. En dan zie je vooral heel veel eudeem, zwelling aan de benen. En je ziet het hier aan dat hoofd, hij heeft eventjes het hals erin gedrukt gestaan. Ja, dat is echt een gigantisch... gezwollen hoofd. En dat heet purpura hemorragica of morbus maculosus, wordt het ook wel eens genoemd. Die stipjes op de slijmvliezen zijn heel typisch daarvoor. Dus bloedingen in het slijmvlies. Deze paarden hebben een slechte prognose. Dat is een heel naar ziektebeeld. En maar 1 op de zoveel paarden doet dat. Maar als ze het doen en je paard heeft droes gehad en je weet, ik heb droes in de koppel gehad, we zijn nu 2-3 maanden verder, dan is dit echt iets, als je dit soort dingen ziet, moet je meteen aan de bel trekken. Die paarden moeten hoog op de ontstekingsremmers, ondersteunende therapie krijgen, anders kunnen ze het niet overleven soms. Nou, hoe kom je erachter of een dier droes heeft? Soms is het heel duidelijk, zit je in een uitbraak, weet je echt wel van, nou, deze heeft droes, het is helemaal mis. Die van mij heeft nu ook koorts en een snotneus. Nou, dan is het 1 en 1 is 2. Als we het nog niet weten, dan is het net zoals bij onze coronatestjes, zoals we nu allemaal wel gewend zijn. De officiële test van de wat was dat ook weer bij de mensen? Als je zelf een thuistestje doet, maar je moest daarna toch nog naar de... Ja, de GGD. Ik wil altijd de GD zeggen, maar dat is de GD Deventer. Daar gaan deze testjes namelijk heen. Dat is dan een keelswap, dus met zo'n lange staaf. Dus daar kun je een keelswap doen, maar dat is niet het allergevoeligst. En daar mis je soms wel dieren mee. Het andere wat je kan doen is een PCR op een luchtzakspoeling. De luchtzak is eigenlijk een uitzakking van de buis van Eustachius bij het paard. Op dat linkerplaatje kun je zien, dan gaan we met de scope daar naar binnen. En kijken we, zit daar viezigheid in? Als we erin kijken en we zien zulke witte drellen, ja, dan weten we wel, 9 van de 10 dat het er zo uitziet, is droes. Nemen we daar een monstertje van, testen we dat. Sturen we dat naar de GD en niet naar de GGD. En dan het opsporen van dragers is ook een ding. Want een deel van de paarden, ergens tussen de 10 en de 20% meestal van de paarden die droes heeft gehad, blijft drager van droes.
En gaat, als hij dan een keer een beetje verkouden is, sproeit hij een keer. Niemand heeft nog door, dat paard heeft helemaal geen verschijnselen. Hij niest een keer bijvoorbeeld, hij proest. En dan verspreidt hij droesbacteriën in de omgeving en steekt hij ontvankelijke paarden die geen immuniteit hebben, steekt hij dan aan. Je hebt ook wel paarden waarbij het wel ook echt klachten kan geven. En dat zijn meestal de paarden die een soort gondroïden noemen we dat. Dat is een soort van steentjes, dat is dat rechterplaatje. Als er de pus in de luchtzak van zo'n paard heel lang blijft zitten, dan vormt dat een soort van stenen dus. En dat kan als dat er heel veel zijn, want dit komt bijvoorbeeld, dat is 500 gram van die klonters. Als dat in zo'n luchtzak zit, dan geeft dat natuurlijk ook echt druk in dat gebied. En kun je daardoor benauwdheid hebben, moeite met slikken, dat soort zaken. En die moet je er allemaal uitvissen. Dat lukt soms via de scope. Gaan we via de neus naar binnen, één voor één die steentjes eruit vissen. Maar soms zit het zo vol en moet dat paard geopereerd worden. En dan moeten we een incisie, een snee maken hier achter de keel. Tussen al die grote zenuwen en bloedvaten door. En dan hopen dat we geen coronage veroorzaken op dat moment. Dat kan, er zitten daar die zenuwen lopen daar. En dan hoop je geen grote bloeding te veroorzaken. En als dat dan allemaal lukt, schep je ze er allemaal gauw uit, spoel je dat uit. En kan het paard hopelijk dragervrij worden en geen klachten meer hebben daardoor. Nou, een behandeling van de roes, dat heb ik er nog opgezet. Behandeling is eigenlijk wachten tot die beter wordt. En in de tussentijd hem ondersteunen met koortsremmers bijvoorbeeld. Hè, NSAID's, Metacam, dat soort stoffen. Soms kan een paard een tijdje gewoon echt niet, wil die niet genoeg eten of kan die niet eten. Ja, dan moet je hem ondersteunen met infuus of met zondevoeding soms tijdelijk. Maar antibiotica zorgt ervoor dat die veel langer erover doet om hem beter te krijgen. Dus dat remt het eigenlijk het hele genezingsproces vooral heel erg af. Ze blijft veel langer ziek. En zijn immuniteit is daarna ook bewezen minder goed. Dus ze hebben minder antistoffen tegen die droes en kunnen het dus ook weer sneller krijgen. Dus het is gecontraindiceerd om antibiotica te gebruiken tijdens een acute droesinfectie. En soms gebeurt het ongeluk omdat je niet weet dat het paard droes heeft en de arts thuis denkt, ja, hij is wel heel ziek. Ik geef hem lekker een kuurtje sulfatrim of een penicilline injecties. Maar dat is niet handig. Dat baal ik altijd. Denk dat, oh, dan gaat het langer duren. Het kan zomaar een paar weken langer duren daardoor. Maar soms weet je het gewoon echt niet en dan is het zo. Dit is altijd een beetje zo een discussiepunt van moet je dat doen, vaccineren. Ik denk zelf over vaccineren tegen droes niet zoals dat ik denk over het vaccineren tegen influenza of de paardengriep of EHV 1 en 4, de rhinovirussen. Die vaccinaties die werken best wel goed, hè? Zeker tegen influenza tetanus, daar ben je echt goed beschermd. Die paarden worden meestal echt niet meer ziek. Maar bij droesvaccinaties en ook wel bij de rhinovaccinaties, die beschermen het dier deels. Dus het paard kan alsnog ziek worden, besmet raken, ook uitscheiden. Maar het is minder heftig als ze gevaccineerd zijn over het algemeen. En als het dus gaat om zo'n heel jong veulentje. Als jij een veulen van 5 maanden naar een opfok brengt, als ik dat moest doen, dan zou ik hem enten. En dan moet hij 2 keer een enting met 4 weken ertussen. Dat is een enting die in de lip wordt gegeven, in de mucosa eigenlijk. En dat kan vanaf 4 maanden. Dus die zou je kunnen geven op 4 maanden en op 5 maanden en dan hem wegbrengen. Dan heeft hij in ieder geval de eerste tijd, de eerste 3 maanden is hij echt wel redelijk beschermd, maar daarna wordt het al minder. Zou je het nog een keer kunnen doen en nog een keer, zeker als er blootstelling is op dat moment. Maar het geeft geen jaar bescherming en ook dat hij dan zeker niet ziek wordt. Hij zal minder ziek worden, daardoor misschien minder benauwd worden, minder lang koorts hebben en zo. Als een paard een gewone droesinfectie heeft doorgemaakt, een echte droesinfectie, zonder dat hij gevaccineerd is, is 3/4 van de paarden echt 5 jaar lang of zelfs langer echt goed beschermd. Heeft hij gewoon de goede antistoffen. En die geeft hij ook weer mee, als de merrie is, aan zijn veulentje, als dat veulentje goed de biest opdringt. Dus hij, dat is handig. Als er bijvoorbeeld een keer een infectie is in de buurt, als jij nog een jong veulen hebt. Maar 25% heeft dus geen goede bescherming. En dus is het ook een ziekte die, als dat paard zelf geen goede immuniteit aanmaakt, niet alleen maar een kinderziekte is. We zien het heel veel in opfokbedrijven, want het gaat dan in 1 keer plap rond. Je gooit heel veel jonge dieren bij elkaar. Dus het gebeurt vaak, maar het kan zeker ook bij volwassen paarden. Ja.
De laatste die ik voor jullie in petto heb, in principe, ik weet niet hoe ver, ik heb hier geen klok, dus ik heb echt geen idee hoe laat het is. Is bijna 5 uur. Oké, dan zal ik het kort houden over de Rode Kokkers. En als er dan nog mensen hierna nog interesse hebben om iets over Cornage te zien en ik hoef nog niet weg, dan mag het van mij, kunnen we gewoon nog even doordoen. Maar Rode Kokkers is een beetje een kinderziekte, dat is echt ook zo'n kinderziekte. Dus dat is een ziekte die jonge veulentjes pakt, maar ook veulens nog in de opfokperiode soms lastig valt. Dus dat is eigenlijk de jongste categorie qua ziektes die ik hier in deze presentatie heb gestoken. Dat is ook een bacterie. En die bacterie die geeft longontstekingen. En je ziet hier een foto, deze heb ik afgelopen jaar gemaakt van een paard, van een veulentje van een paar maanden oud. Je ziet eigenlijk alleen nog bovenin een beetje normaal longweefsel. Daaronder is alles vol met abscessen gegroeid. En die bacterie die pakt dus hele jonge veulens van een paar weken leeftijd tot gemiddeld 5 maanden. Maar we zien het ook wel eens wat later nog. En soms zijn die veulens al gespeend en hebben we alleen nog maar het veulen zonder de moeder. Dan eet hij al ruwvoer en dan wordt het ook veel lastiger om ze te behandelen. Dus mijn take-home message voor jullie over Rode Kokkers is eigenlijk vooral dat als je maar denkt dat het aan de hand kan zijn, dat je veulen een longontsteking heeft, dan is het hoe vroeger je daarachter komt, hoe beter. Omdat als het Rode Kokkers is, en dat komt heel veel voor, Rode Kokkers is een bacterie echt in Nederland overal. En zeker als je dus bijvoorbeeld een merrie naar plekken brengt waar veel dieren bij elkaar komen, zoals bijvoorbeeld op een stoeterij. Daar komen dieren van alle kanten, daar zit altijd wel een veulen met Rode Kokkers tussen. En die zijn niet altijd zo ziek. Sommigen die hoesten een beetje, die scheiden het een beetje uit. En die besmetten wat andere dieren om hun heen. En als je dan pech hebt, wordt jouw veulen heel erg ziek. Dus je gaat het vroeg of laat, als je veel veulens fokt, een keer zien. En heb je het eenmaal op je bedrijf, dan is dit ook zo'n bacterie. Net als die spoelwormeieren, die gaat moeilijk dood in de omgeving. Je kunt eigenlijk niet je weides en je stallen weer schoon krijgen. Dit is er dan gewoon. En dan is het dus vooral zaak om vroeg te signaleren dat je veulens dit hebben en daar ziek van zijn. En wat ga je dan merken? Koorts, snottenbellen, benauwdheid als het al wat verder is. En natuurlijk kan dat zijn gewoon de tekenen van een longontsteking. En natuurlijk kan dat ook door andere soorten bacteriën of virussen of zelfs die spoelwormen komen. Maar bij Rode Kokkers geeft dat heel typisch abscessen. En die kunnen we goed zien op echo. Vandaar dat echobeeldje daarboven. Dat correspondeert met zo'n ronde, vieze, witte plek die je daar ziet. Dus het screenen van je veulens kan zelfs meestal wel op stal bij je. Met een relatief goedkope echo kun je al, bijvoorbeeld zelfs een echo waarmee wordt opgevoeld, kun je eventueel tussen de ribben van het veulen echoën en deze abscessen soms al opmerken. En als die dan worden gezien, ja, dan is het zaak om snel te bevestigen dat het daadwerkelijk gaat om Rode Kokkers. Dan moet er een kweek en eventueel een PCR van worden gedaan. Die veulens hebben vaak een heel hoog ontstekingsbloedbeeld, dus dat is een van de giveaways daarnaast nog. De antibiotica-therapie, wat ik net al zei, hoe vroeger hoe beter, want die antibiotica, die combinatie, dat is wat voor mensen bij TBC wordt ingezet, tuberculose. Een hele heftige combinatie en die combinatie die kun je niet eindeloos aan je veulens geven, want als er eenmaal een goede darmflora is en het dier is niet meer een melkdrinker, maar een ruwvoereter geworden, dan heb je al een probleem, want dan roei je een heel deel van die darmflora uit. En heb je dus kans dat het dier wordt met een hele ernstige diarree. En je hem eigenlijk, als hij 5, 6 maanden is, durf ik het al niet meer. Dan weet je eigenlijk al zeker, als ik hem die combinatie ga geven, gaat hij dood aan de diarree. Dus dan wordt het heel moeilijk. Dus voor Rode Kokkers equi is echt de take-home message zo vroeg mogelijk signaleren. De meeste dierenartsen die op het erf komen, die zijn echt wel bewust van dit ziektebeeld. En horen het te herkennen eigenlijk. Dus het brengt mij terug bij een van de beginslides. Verhogen van de weerstand op voorhand. Heel belangrijk, je veulen gezond de opfokperiode in zien te krijgen. Overwegen of je bijvoorbeeld en tegen droes. Al die info over die wormen meenemen. Kijken wat je daarmee doet, wat je ermee kan doen voor jou bedrijf of locatie. En het stuk verlagen van de infectiedruk, ja, dat is hoe kies ik mijn opfokbedrijf ook uit. Hè? En heb het daarover met degene waar je ze heen brengt. Want dit zijn de belangrijke punten om daarop te letten en problemen hopelijk te voorkomen. Als er nog vragen zijn, mag dat uiteraard. En als het
mensen nog heel even willen blijven hangen en de meneer van de techniek vindt het goed, dan heb ik daarna eventueel nog een stukje over cornage, als jullie het leuk vinden. Maar tijd is officieel voorbij, geloof ik. Ja. Dankjewel. Ik zag in ieder geval iemand met een vraag. Ja, ja. Ja hoor, ja. Intensief wordt genoemd. Ja. Is het dan beter om juist rond die 1 tot 2 paarden per hectare te zitten of niet? Eigenlijk is minder beter. Of heb je minder snel problemen. He, wij in Nederland komen daar bijna niet aan. He, maar als je wereldwijd kijkt, dan vindt iedereen wat wij vertellen over hoe onze opfokbedrijven en onze locaties eruit zien. Dan denken ze allemaal, ja, geen wonder dat jullie veel last hebben van rode bloedworm. Want het is zo druk daar op die weides. Dus hoe meer hectares je kan gebruiken voor jouw paarden, hoe beter. Maar vooral ook het nadenken over het wisselen van weides. Weides schoon zien te krijgen en weides een tijdje niet gebruiken. En die weideweetjes op de parasietenwijzer.nl, dat is echt heel handig om eens doorheen te struinen. Even kijken van oké, deze wei gebruiken. Ja, exact. Ja, uittekenen. En eventueel in samenwerking met je dierenarts. Ja. Ontworming, ja. Doe je dat dan alleen als je al weet dat je ontworm op je land hebt? Ja. Preventief? Je kunt het ook preventief doen, maar daar zit wel een beetje het gebied. Als we dat altijd overal continu blijven doen, dan hebben we kans dat we langzamerhand ook resistentie tegen Pirantel en Fembendazol misschien gaan krijgen. Dus daar zit een beetje een balans. Probleem is alleen dat als je een zware besmetting ergens oploopt en je gaat hem dan de allereerste keer ontwormen, dat zijn wel de veulens die doodziek worden en daar soms door sterven. Dat is wel, dat is ook iets om met je dierenarts te bespreken, want die kent jouw bedrijf, die kan goed een risico-inschatting maken. Maar als jouw veulen, bijvoorbeeld jij hebt merries met veulens die naar andere locaties gaan om gedekt te worden bijvoorbeeld, en ze komen op de wei, ja, dan zou ik mezelf al wat sneller gemotiveerd voelen om gewoon toch inderdaad op 2,5 maand al een pannakuur te geven en op 5 maanden een Strongit P. En dan is te kijken, oké, komen er wormen uit? Heb ik wormen? Zie je er een hoop? Ja, dan weet je, oh, gelukkig, ik heb het nu gedaan. Maar zie je helemaal niks, dan kun je misschien eens kijken, oké, de volgende 2-3 veulens op jouw locatie hoef je misschien dan minder streng op te zijn. Snap je? Dat is een balans. Als je het doet zoals wat ik heb beschreven, dat is het meest vroege wat je zou kunnen doen. Het meest veilige eigenlijk voor je veulens. Maar misschien is het overbodig deels ontwormen. Maar aan de andere kant zie ik als internist heel veel veulens doodgaan aan die worm. Waar we toch hebben gedacht, ik heb dit goed gedaan. Ik heb mestonderzoek gedaan. Ja. Dat mestonderzoek blijft negatief en als er een hoge besmettingsgraad zeg maar is, blijft die negatief totdat het probleem al zo erg is dat het veulen eraan kan sterven. Want die eitjes worden door de volwassen wormen gelegd en zelfs die L4, de puberspoelwormen zeg maar, die daar uit die darm komen, zijn al zo groot dat ze tot verstoppingen kunnen leiden op 10, 12 weken leeftijd. Dus het is een aan de veilige kant schema wat ik heb neergeschreven, ja. Ja, als je dat inderdaad wil. Er staat op de website wel het e-mailadres, maar het is, even kijken hoor, info@paardenkliniekwolvega.nl uit mijn hoofd. Maar als je op de website kijkt, dan kun je hem vinden. En als je dan een mailtje stuurt, dan krijg je gewoon de handouts. Ik wou zo fancy zo'n code op dat ding schrijven, dat je hem zo met je telefoon kon doen. Maar dat is me niet gelukt. Dat doe ik een andere keer. Ja, ja, vertel. Dat is voor de rode bloedworm. Ja, maar voor de rode bloedworm, ja. Is het dan niet een verhoogd risico op leverbod met daaraan vaak leverproblemen? Nee, gelukkig niet inderdaad. Inderdaad, schapen kunnen leverbod hebben. Ja, klopt. Die kunnen ze soms oppikken. En dat zien we misschien 1 keer in de 5 jaar. Zie ik een keer een paard die zo'n leverbod heeft opgelopen. En ik zie
duizenden paarden met de rode bloedwormproblemen die daaraan doodgaan. Dus als je pech hebt, heb je een keer een plek waar je misschien wel inderdaad reden hebt. Hè? Want voor die leverbotcyclus moeten er bepaalde omstandigheden in je weide zijn. Maar we hebben die problemen zoveel minder dan rode bloedwormproblemen, dat ik absoluut de voorkeur zou geven aan schapen. Absoluut, ja. 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 Ja, precies. Ja, ja, inderdaad. Dus een heel klein beetje blootstelling is eigenlijk de ideale wereld. Als er heel lichte blootstelling is, dan hou je inderdaad de immuniteit op peil. Dus vooral tegen de spoelworm. Dat is dat handig. En ook voor de rode bloedworm is dat handig. Dus het is ook zeker niet zo dat je dat ik wil streven met dit verhaal bijvoorbeeld naar een wereld zonder rode bloedworm. Dat jullie al je weiden zo hard leeg ontwormd hebben dat daar helemaal niet meer zit. Want dat lukt ten eerste niet. Dat komt bijna niet voor dat zeg maar lukt.